Lezen over de commerciële toepassingen van de machine learning biedt waardevolle inzichten in hoe studenten en bedrijven deze technologie kunnen inzetten voor efficiëntie, personalisatie en innovatie. De studierichting natuurkunde nodigde de mensen uit om meer te leren over deze revolutionaire technologie. Stefan Loor, machine learning engineer bij Allianz Direct Nederland, deelde zijn expertise en gaf inzicht in de vele mogelijkheden die machine learning biedt. Loor benadrukte dat machine learning niet alleen bedrijven helpt om efficiënter te werken, maar ook nieuwe kansen biedt voor innovatie en groei. Door middel van een praktisch voorbeeld gaf Loor een beeld over hoe dit werkt en tegen welke mogelijkheden, uitdagingen en kansen je kan stuiten. En dus, nu kan ik mijn model gebruiken om te zeggen, hé, die ene man die ik in het begin had, laten we kijken of hij inderdaad denkt dat dat de man is. Nou, dan, dat heb ik gedaan. Ik heb hem ook opgemeten en dan kwam ik erachter dat die 16 centimeter lang was en 10 centimeter breed. Dat heb ik ook maar opgelopen. En dan zie je dat hij inderdaad in het, zeg maar, het aan de kant van de manja staat. Dus mijn model zou inderdaad op dit moment zeggen, het model dat ik heb getraind, van hé, dit ding is een manja. En dit is het. Zeg maar van, het is een machine learning model trainen is een kwestie van trainingsdata verzamelen. Het is een kwestie van een algoritme kiezen dat op een manier domeinen gaat, trainingsdata verzamelen die representeren op een bepaalde manier. Ik heb dit gedaan met lengte en breedte. En een algoritme kiezen dat op een manier de ruimte gaat opdelen om soort van ja, gebieden aan te wijzen. Dit is in principe wat machine learning doet. In ieder geval wat in klassificatie. In de context van klassificatieproblemen. Door studenten in contact te brengen met experts uit het bedrijfsleven stimuleert de universiteit de ontwikkeling van talentvolle professionals die de toekomst van de technologie vormgeven.